Dit is lang geleden dat ik hier heb gezeten. Oef, waarschijnlijk kijken de meesten van jullie wel Temptation Island. Of je nu in Nederland of in België woont, snap je? Internationale programma's. Dat fucking fake is. Dat weet iedereen ook. Dat zo de betere versie is van X on the Beach. Dat weet iedereen ook. Het enige verschil is dat vroeger keek ik O.O. Gersel. O.O. Gersel. Mooie stad achter de... Het was geen internationaal programma, dat kwam in Nederland. Het is ook fucking fake. Of je werd wel genukt en er waren veel taten. En die al die andere fucking saaie dates en shit. En rare stukjes van mensen die over hun emoties praten op het strand. Ja. Oh, Gerso was de shit. Als je dat nooit hebt gezien, al die afleveringen staan op YouTube. Ach, kijk, dit is zo de hele slechte versie van Jersey Shore. Het is ook zo in Gersonisos. Het is maar allemaal rare Hollanders. Maar ze zijn wel leuk. Snappen jullie hoe fucked het is om als West-Vlaming naar Temptation Island te kijken? Elk jaar, elk fucking jaar, zijn het zo de koppels en de verleiders in West-Vlaanderen die het volledig vernuiken en die echt onze provincie voorstellen, snap je? 3 jaar geleden of zo Marvin en Louise. Godverdomme, man. Zij was niet van West-Vlaanderen, maar ze had wel dikke tijden en ze was ook Belg. Dus rek haar er ook maar bij. Kijk, voor jullie was dat zo nog oké. Maar als je aan de zij woonde, wij hebben heel de zomer op Pommelien naar fucking Hoofd moeten kijken. Je hebt hier zo een tram en die rijdt zo over heel de kust. Weet je wie daar op stond? Zo in het groot met dikke tijden. Ja, Pommelien. Ik heb heel de fucking zomer haar taten en haar hoofd gezien op de tram. Pommelien van Temptation met haar taten. En dan dit jaar heb je gewoon weer een koppel. Weer al uit Oostende. En de naam is Kevin. En hij heeft een snapback aan. Naar voor. Snap je? Oh, godverdomme. Niks tegen Oostende. Dus hier een half uurtje vandaan. Als Temptation Island zo meer van die mensen nodig heeft, moeten ze gewoon naar daar gaan en daar gewoon alles doen. Maar alleen maar mensen van Oostende. Dan heb je een fucking... Woe! Shit. Het maakt niet uit wat ze allemaal doen met mensen van West-Vlaanderen. Volgens mij is dat allemaal fake. Volgens mij, ik ben bijna zeker, zo echt 100%. En veel mensen ook. Het programma is volledig fake. Kan niet dat ze het hele risico zouden nemen dat er een jaar gewoon niks zou gebeuren. Dat ze alles filmen en zo, dat er niks gebeurt, dat kan niet. Te groot risico. Daarom is alles gewoon in scène gezet. En hoe meer domme shit dat ze doen, hoe bekender hij wordt. Het is elk jaar zo het koppel en zo de guy of de verleidster die het meeste taten showt. En die het meeste neukt met iemand anders. En die de meeste fucked op dingen doet. Jij wint. Doel van het programma is dat je je relatie behoudt en dat je niet verleid wordt door die macho's, maar ook Jackie Chan. Als je niet verleid wordt, dan is er niks aan. Als je niet neukt, dan is er niks aan. Hoe meer fouten je begaat op Temptation, hoe bekender je bent en dan heb je hele carrière dankzij jouw domme shit op Temptation Island. Pommelien had vorig jaar zo'n guy gefixt uit Nederland. Die guy heeft nu zo'n eigen show en zo'n heel scare hoor, maar hij heeft zijn eigen show. Pommelien, die is nu echt fucking rijk en haar tatten zijn nog dikker geworden dan vorig jaar. Ze heeft nu hele dikke tatten. Ze stond zo model voor die casino shit en ze heeft dikke tatten. Al die andere mensen ook. Iedereen. Je gaat niet bekend worden als je een week gewoon daar chillt. Terwijl je dat ook kan doen. Als je naar Temptation Island gaat, er zijn altijd van die verleidsters of van die verleiders die je nooit ziet. Die gewoon de hele week wel meedoen. En je ziet hen zo in het begin en zo. Maar ze chillen gewoon de hele week. En zij doen niks. En ze zonnen gewoon een beetje. En je ziet hen nooit. Dat zou ik ook doen, denk ik. Maar stel je voor, ik doe mee aan Temptation Island. Zelf die verleiders hebben hele dikke taten. Fabrizio heeft dikke taten. Deze guy heeft dikke taten. Hij heeft minder dikke taten. What the fuck is er met zijn taten? Misvormd. Deze guy heeft ook wel een dikke tepeltat. Godverdomme man, ufo-tepels. Altijd, ze kiezen alleen maar mensen met dikke taten. De mannen, de vrouwen, de kont boeien die gewoon dikke taten. Elk jaar worden er dus zo achterlijke mensen bekend door Temptation. Dat is niet erg, wel grappig ergens. Want na Temptation beginnen ze dan altijd zo'n YouTube-channel. Omdat ze denken van, ay, telt. En dan beginnen ze dus YouTube-channel en dan maken ze daar een paar filmpjes op. En dan hebben ze door van, ach fuck, ik kan hier toch niet zo makkelijk geld mee verdienen. Het is vandaag... 32 graden. Dikke tijd. Ja, dan stoppen ze. Ze hebben allemaal een channel. De mensen toch. Ja. Ah, het is te toevallig dat het altijd West-Vlaamse mensen zijn die domme shit doen. Dat. Godverdomme. Gaan er dan ook volledig voor met een accent. Gewoon het platste, zo plat mogelijk. Het is te makkelijk om bekend te worden door dit programma. Dus ik denk niet dat het echt is. Het kan niet allemaal echt zijn. Het is volledig in scène gezet. Of dit seks en of het neukgedeelte echt is. Ik weet het niet. Maar je kan gewoon eeuwige roem krijgen. Ik weet niet of het de roem is. Je kan gewoon fucking bekend worden op een slechte manier door het programma. Meer shit je fokt, hoe leuker België en Nederland je vinden. Ik zag dat het allemaal fucking fake is. En al die YouTubers die hier video's over maken. Kijk, jullie reageren op fake shit. Hetzelfde als reageren op Armo zijn video's en zo. Ik denk dat ik één keer een aflevering heb gekeken van Temptation Island. Omdat ik had gehoord van iemand daar geneukt waarin die aflevering. 1 minuut leuk. En de rest van heel dat programma is opbouwen naar dat moment. Godver. Ja. Letitia. Ta. Jana.
Taten. Ja, dat komt ook uit West-Vlaanderen. Taten. Jasmin. Taten. Juanetta. Taten. En Famke Louise video, maar vooral taten. En toch, hetzelfde als iedereen, heb ik al eens gedacht van, misschien moet ik zelf eens meedoen aan Temptation Island en gewoon ton dat wel mogelijk is. Maar dan terug. Tuurlijk kan het. Iedereen kan dat, maar daarom is het niet echt. Iedereen zo, als je echt gewoon een relatie hebt en shit, ik doe mee al zo'n programma. Snap je? Dan doe je die shit gewoon niet. De mensen die hier om mee zijn ook zo, godverdomme. Snap je? Ze kennen elkaar allemaal. De meesten kennen elkaar al zo via en kan niet echt zijn. Kan gewoon niet echt zijn. Natuurlijk is het leuk om naar te kijken, maar kijk ook O.O. Gerso. Ook chill. Waarom vinden we het zo leuk om te kijken naar mensen die een relatie verneuken op een eiland, die elkaar allemaal bedriegen? Het is altijd hetzelfde. In het begin van de week zagen ze allemaal van, we hebben een goede relatie. Ja, wij doen mee aan Temptation omdat we al 6 jaar samen zijn. Kan niks gebeuren, komt helemaal goed. Ja, dat is koppel. Naar daar en vanuit dan mooie één voor schut zet. Als je dat dan niet doet. Je kan vanaf aflevering 1 wel uithalen wie het gaat verneuken en wie niet. De mensen die zeggen van ja, we hebben echt de beste relatie. Er gaat niks gebeuren hier. En ze praten zo een beetje met West-Vlaams accent. Zij gaan het volledig verneuken. Zij gaan neuken in aflevering 2. Snap je? Kijk dan gewoon naar O.O. Gerso waar het mag. Waar het de bedoeling is dat iedereen met elkaar neukt. Snap je? Toch vind ik het wel gek dat televisie zo nog maar een paar programma's zo wel de attentie van de jeugd kan krijgen. Zoals Temptation Island, zoals Wie is de Mol, Slimste Mensen ter Wereld. De enige programma's waar de jeugd nog naar kijkt. Dan is het zo één neukprogramma, één quiz en één spelprogramma. Maar altijd af waarom mensen naar Temptation kijken. Kijk je voor de taten. Kijk je voor het slechte acteerwerk. Kijk je voor de taten. Kijk je om te zien hoe mensen neuken met elkaar. Zo op die rare zwart-wit webcam camera's. Daarom is het fake. Je weet dat het op televisie komt. Je weet dat als je neuken met iemand dat je voor heel fucking België en Nederland uitgezonden wordt op televisie. Heb je ambitie om pornstar te worden? Die pommelin sowieso. Of die mensen zijn echt heel achterlijk, maar tegelijkertijd ook niet want. Ze nemen het altijd wel heel slim aan en na Temptation zie je dan altijd dat ze toch zowel ergens gewoon bekend worden en geld willen. En dat werkt. Het is gewoon verzekerd als je bekend wordt door Temptation dat je na het programma gewoon bekend wordt. Dat wist die pommeline ook, maar dat weet ik wel, 40 pk en dikke tatten. Die verleiders zijn fake broers. Die verleidsters zijn fake broers. En die koppels, kijk, ik weet niet eens of ze echt koppels zijn, maar kijk, die Kevin, ja, knappe gast. Ik heb al veel geprobeerd om naar televisieprogramma's te kijken, maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik stoor me zo te veel aan shit. Ik kijk liever naar kutvideo's van YouTubers die zo amateuristisch in elkaar zitten en zo waar er geen hol aan is. Dan dat je kijkt naar Temptation Island. Het is elk jaar hetzelfde met andere mensen. Elk jaar exact hetzelfde. Gewoon. Als je hier naartoe wil kijken, dan kijk je naar. Ik ga jullie ook niet zeggen dat je er niet naar moet kijken, want waarschijnlijk is het wel leuk. Dat is het enige wat ik echt niet snap. Dat die mensen echt fans hebben na dat programma. Dat. Hoe? Hè? Wat hebben ze dan gedaan wat jou zo. Dat begrijp ik niet. Ze hebben geneukt en zo een vriendin en het is waarschijnlijk fake, maar ze hebben zelf gewoon volledig belachelijk gemaakt voor heel België en Nederland en dan worden ze bekend. Zo op een goede manier, snap je? Ze worden niet gehaald of zo. Ze zijn gewoon bekend. Omdat ze niks gedaan hebben. Omdat ze gewoon zo geneukt hebben op tv en zo. Dikke tatten hebben. Zolang Temptation Island bestaat, ga je op dit moment van het jaar altijd YouTubers hebben die daarop reageren. En mijn thumbnails stijlen. Ik ga misschien eens kijken. Zo één aflevering dit jaar. Om te kijken hoe het gaat met Kevin. En gewoon om te kijken hoe West-Vlaanderen het weer aan het doen is in deze wedstrijdprogramma. Om te mist fucked up shit doen. Hopelijk kijk ik dan wel zo'n aflevering waar er iets fucked in gebeurt. Want anders is het helemaal saai. Als je ooit eens volledig kan praten met één van die mensen die mij heeft gedaan aan het programma. Sowieso hebben ze wel een contract getekend dat dat niet mag, maar kijk, doe een beetje een rode mel in hun drinken en dan verstellen ze wel alles ofzo. 100% zeker dat ja, je dat wel zo. Dat is wel gezegd van, het is allemaal fake. Wie is er nu goed aan het doen? Ik hoor veel shit over Juanetta, over Deborah, over Megan. Ik kijk niet naar het programma, by the way. Alles wat ik lees is op Twitter. Maar het is goede fucking entertainment. Een heel rare manier. Snap je, ik krijg geen volwassen mensen die naar Temptation kijken. Mijn mama zag ook zo van, hey, what the fuck. Temptation kan er nog door. Ex on the beach. Als je daarnaar kijkt, ik slacht jezelf, maak jezelf af. Huh? Is echt fucked. Kijk, bedankt om te kijken naar deze video. Ik weet bijna zeker dat het fake is. Het is te toevallig dat er blijven domme West-Vlaamse mensen aan meedoen en elk jaar gewoon volledig hetzelfde gewoon. Dus vergeet niet te kijken naar Temptation Island. Ik weet niet op welke dag van de week, maar gewoon kijken. Gewoon eens letten op hoe fake dat is en hoe hard mensen acteren shit. Besef ook zo, als de camera's niet aanstaan of zo, of als er echt niks van camera's zijn, dan chillen ze gewoon met elkaar waarschijnlijk. Dan praten ze gewoon heel normaal met elkaar en zeggen ze van, hey, morgen gaan we dit en dat doen. Tot de volgende keer. Tjus. Oh, oh, Gerso. Mooie stad achter de.
cirkel, Jozef. Heeft de eagle.